We zijn in Warmond bij Boek en Cadeau en Zo. En naast me staat Petra. Wat een ontzettend leuke winkel hebben jullie. Dankjewel. En wat is jullie Sinterklaastip? Nou, de Prins van Oranje. Dit kreeg ik van de week binnen en ik heb het eerste hoofdstuk even snel doorgelezen. En ik was eigenlijk gelijk verliefd op het boek. Het gaat over een prinses die enig kind is en haar ouders worden al wat ouder. En ze willen graag dat ze een prins gaat ontmoeten of zoeken. Anders kan ze geen koningin worden als ze niet getrouwd is. Oh. Nou, volgens mij een bekend verhaal, hè? Volgens mij is Amalia ook net uitgekomen. Ja. Ja, die mag met een prins of een prinses trouwen. Ja, hè? Dat dus is wel heel fijn. Ja. Ja. Maar zij gaat dus ook een tussenjaartje nemen. En ze gaat de wijde wereld in. Op zoek naar haar prins. Ja, en dan komt ze natuurlijk van alles tegen. Ze gaat van alles meemaken. Allerlei dingen maakt ze mee. Ze komt ook een kikker tegen. Of een prins komt ze tegen. Die zoent ze. Die wordt dan weer een kikker. En die raakt ze kwijt. En ze hoopt eigenlijk door hem weer te kussen dat hij weer prins wordt. Maar dat gebeurt niet. De prins die komt op de een of andere manier bij een bakker terecht. Die heeft personeeltekort. Zoals nu in deze tijd ook heel veel is. En daar gaat hij werken. En dan wordt er ook nog een wedstrijd uitgezet. Ja, heel het Koninkrijk bakt, hoorde ik. Heel het hoe toepasselijk kan het zijn? Ja. En daar gaat de bakkersknecht aan meedoen, haar prins. En het is ook een liedjesboek. Er zit tussen ieder hoofdstuk een lied met een CD-ROM. Dus ja, het is gewoon een superleuk boek. Ja, en ik zie al Jeroen Kramer en Diewertje Blok. Diewertje Blok. En Diewertje Blok kennen we. Van het Sinterklaasjournaal. Ja, dus alle Warmondse kinderen die en moeten, de kinderen uit de hele Bollenstreek eigenlijk. Kom hier een keer kijken. Ja, hoe leuk is het? Ja. Ja, die moeten de Prins van, Oranje in hun schoen krijgen. Hey, Petra, dankjewel voor deze tip. Nou, graag gedaan. En leuk dat jullie er waren.